Hallo allemaal, leuk dat jullie vandaag weer kijken naar Team Opeens Boyards. Vandaag gaan we van Akiet verzamelen naar de lijn voor 38-2. En wat we voor ogen houden is zeg maar, dat we verzamelen naar deze lijn of naar deze lijn. Of hier in het midden. Omdat we hier gewoon de meeste opties hebben. Het mooiste is om gewoon binnen dit vak te gaan boyatten. We gaan niet verzamelen naar dit punt of dit punt, tenzij het niet anders kan. Maar ja, hier heb je gouden kans dat je toch weer naar het midden van het biljart gaat en de controle over de ballen verliest. We gaan nu even een stukje spelen. Zo mooi aan de bovenkant van dit bal als ik zou willen, maar ik kan rood over twee banden weer erbij spelen. Een beetje geluk, want ik wil eigenlijk aan de onderkant van de witte bal komen, zodat ik dus niet achter elkaar kom, maar gelukkig loopt de rode bal voorbij. Puntje maken. En rood over twee banden bij de witte bal. Zo zie je dat ik binnen een paar stootjes naar de lijn ben. Dit was poging 1. Op naar de volgende. Mijn bal over één band en de witte erbij. Dit soort situaties moet ik echt voor waken, want anders sluit ik mezelf op. Ik heb nu entree, de dam en ik wil natuurlijk geen resterende dam. Ik ga hem nu trekken via rood en ik laat rood een beetje eruit lopen. Ik zie gelijke patronen om wit over drie banden weer naar de rode toe te spelen. Ik ga gelijk tussendoor. Ophalen over twee banden. Weer op de lijn. Witte al neer en mijn bal via één band. Klein beetje links vet. We rollen over twee bandjes hier. Naar de band, van zo naar de lijn en dus bij bal 3 gaan liggen. Wit over 3 banden, een beetje tegeneffect zodat ik hem wat tegenhaal en weer bij bal 3 gaan liggen.
een stoten bandje pakken en iets over tempo, anders gaan ze hem achter elkaar liggen. En doen ze alsnog. Lig als je valt, dat is een klein gelukje. Masseer hem in het gaatje. Entree. Nou, ik speel één bandje via rood, schuif rood iets op naar boven. Ga gelijk de rode bal weer ophalen via twee banden. Lig als je valt, dus ik ga er weer tussendoor. Niet echt perfect wat ik wilde. Weten we bij over twee banden. Puntje maken. Het gaatje is iets te groot, maar ik moet wel tussendoor. Wit over twee banden weer bij rood. En weer bij de lijn. Ik heb hem eigenlijk langs de rode heen willen spelen en hier willen plaatsen. Ja, ik klaste net. Dunnetjes via witte plaatsen op de rode bal. Ligt te dicht bij rood, dus ik moet de witte ophalen. Dun via wit en rood uit vak. Als je valt. En weer op de lijn. Doet 4 wit en rustig bij rood gaan liggen. Dan heb ik een trekstoot via rood. Gerood is de korte band, lange band, hier de band en dan naar wit toe.
weer op de lijn. Dat was de biljartvlog voor deze keer van Akiet naar de lijn met 38-2. Ik hoop dat jullie wat aan hebben. Veel kijkplezier en vergeet niet te abonneren onderin. Alvast bedankt!